Van harte goedemiddag, welkom bij deze live uitzending. We praten in deze aflevering met de heer Oussir. De heer Oussir is de voorzitter van de truckhoudersorganisatie in Suriname. En we gaan met hem praten over het geval van 2 mei te Pikisaro. We weten dat de truckhouders heel wat verlies hebben geleden, omdat er bepaalde zaken gebeurd zijn in het gebied. Hun trucks en trailers allemaal zijn in brand gestoken. En natuurlijk hebben ze aangifte gedaan bij de politie. Er is nu een zaak. De zaak is eergisteren geopend tegen de 5 verdachten. En we willen met de heer Oussir daarover praten. Eerder hebben we gesproken met advocaat Ferdinand. Hij staat voor 1 van de verdachten. En hij zegt van deze zaak moet op een andere manier opgelost worden. Een coulante manier. Want het gaat om indringende zaken. Maar hoe kijken de truckhouders tegen deze of tegen dit idee van de heer of meester Ferdinand? Hier hebben we meneer Oussir. Meneer Oussir, welkom in onze uitzending. Dank u wel voor de gelegenheid. We zijn live op DTV. U bent voorzitter van de truckhouders. Dat klopt, ja. Dat klopt. Hoe lang bent u al voorzitter? Meer dan 25 jaar. Oké, dus u kent de problemen, de zaken binnen de truckhoudersorganisatie. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, maar deze tijd, hoe doen jullie het? Het is een hele moeilijke tijd nu. Het is heel moeilijk, niet alleen voor de truckhouders, maar de hele samenleving. Ja. En het is heel veel problemen. Elke dag wordt de brandstof verhoogd. De inkomsten wordt verminderd, alles is duurder geworden. Er is geen inzicht meer hoe verder de truckhouders kunnen gaan. Ja, inderdaad. En dan maken jullie 2 mee. Een hele moeilijke situatie voor de samenleving van Pikisaro. Om niet echt daarover te praten nu, maar we gaan focussen op de truckhouders. Vele trailers, trucks zijn dus dan in brand gestoken. Hoe hebben jullie dat ervaren? Kijk, dat is een heel trieste zaak. We hadden dat nooit verwacht, maar er zijn heel veel problemen van tevoren eigenlijk met die mensen daar aan de hand geweest. Dus zodat ze eigenlijk dit stap hebben genomen om dit te doen, maar terwijl dat ding een strafbare feit is. Ja. Begrijpt u? Maar ik kan wel voelen hoe pijnlijk het is voor die mensen die daar wonen, ja. Waardoor hun kostgrond daar zo, waar die grondrechten nooit uit de bus komen. En dat is een heel trieste zaak. Honderden jaren leven die mensen daar in de buurt en plotseling zien ze een bord daar verboden toegang. Ja. En dat is een heel moeilijk probleem. Hè? En ik weet op welke manier ze hebben dat ding gedaan, terwijl dat ding, die brandstichting, stichter van de truckhouders, een strafbare feit. Ja. Dat is eens dat de juridische zaken wordt gehandeld. Rechters moeten daarvoor bepalen, maar ik als mens heb ik toch een feeling voor die mensen, omdat ze zijn ook mensen, ze hebben ook enkele vrijheid om te leven, op hun kostgronden te gaan en dergelijke, waar ze hun voorouders allemaal hebben geleefd. En ik denk dat dat ding de druppelwater heeft laten overlopen, waardoor ze dit hebben gedaan eigenlijk, de brandstichting. Dus over verlies gesproken, hè? Hebben jullie echt groot verlies geleden? Ja, ik heb een vriend ook, een van de truckhouders, die 3 trucks heeft eigenlijk was in brand gestoken. 3. En 2 is helemaal vernield, kan niet gemaakt worden. Met heel veel moeite, met geld te lenen hier en daar, heeft hij 1 eigenlijk kunnen maken. Waardoor hij eergisteren op het veld is gegaan, helemaal naar Apura met de boot en dergelijke, Pondo, om daar eigenlijk een paar centen te verdienen. En terwijl die anderen, bepaalde van ze die hadden gewerkt voor de bedrijven Yokohama, die hebben ze wel een soort lening gehad om weer terug te betalen. Ja, ja. En nu hebben we vaker geklaagd bij de overheid en ze waren ook uitgenodigd, KKF en zo, en door een partij, zeker politici. Maar ik wil het niet namen noemen. En die hadden heel veel beloften gedaan, maar is niets uit de bus gekomen. Ja, dus we vinden dat wij gewoon belasterd zijn geworden. Door de overheid. Door de overheid. En ik denk dat de overheid ergens debet moet gesteld worden. Aan de handeling wat die jongens hebben gepleegd. Ja. Dus eigenlijk moest de overheid ons de schadeloosstelling doen. Ja, maar je weet wat politiek betreft, dus tot heden hebben we niets gehoord. Ze houden ons op de lange baan, maar ik denk niet dat iets terecht gaat komen.
Het is echt moeilijk, hè? En ja, maar jullie hebben specifiek gevraagd aan de overheid voor vergoeding? Ja, we hebben gezegd, ja, we hebben het nodig. Desnoods kunnen ze ons laten eigenlijk een lening geven. Ja. Renteloos. We gaan terug rustig kunnen betalen. Maar het is heel moeilijk, dat hebben ze ook niet kunnen krijgen. En tot heden hebben we niets uit de bus kunnen krijgen. En tot heden heeft niemand mij als voorzitter gebeld om te zeggen, meneer Ozier, die jongens hebben problemen daar, zo financiële problemen. En we gaan u uitnodigen en dan gaan we praten op welke manier wij die mensen kunnen helpen. Tot heden niets. Het leek dat we gevoelloos mensen zijn. Ja, geen enkele compensatie? Geen enkele compensatie, terwijl eergisteren de brandstof weer verhoogd is. En ik zie dat het in de toekomst meer zal verhoogd worden. Dan hoe kunnen we overleven? Alles is duur en duur. Hè? Een band kost bijna $500. $1000 kost een buitenband. Mm-hmm. En $5000 is bijna $40,000. En als je een vracht rijdt. Ik heb laatst een geval gehad, eergisteren, mensen hebben me gebeld. Ik ga dit ook doorgeven, laat de commissaris ook weten. Mm-hmm. Iemand is eigenlijk draadpaal, Wallawa draadpaal van Pekin Sarum, mm-hmm. van vervoeren naar Paramaribo, ja. voor die mensen die daar woonachtig zijn. De commissariaat zegt, je moet 2000 SFD betalen dat je toegang krijgt om de weg te rijden. Anders mag je niet rijden. Mm. Wat is gebeurd? Ik heb dan toen een journalist gebeld van Times, laat me duidelijk stellen. Ja, ja. En die dame heeft gebeld naar commissariaat te zeggen, nee, is niets van waar. Wat gebeurt in dit land? Ja? Wat gebeurt er? Er is geen controle. Dan zeggen ze, nu is er gewoon ondersteuning. Wie moeten we ondersteunen? De regering moet in staat zijn alle wegen in dit land zelf te laten onderhouden. Er wordt belasting maken. Betaald. Er wordt government betaald. Belasting betaald. Export van de hout wordt betaald. Belasting betaald. Al die soort. Hè? Bij SBB moet je ook betalen. Al die soort zaken. Wat dan ook. Maar dan moeten wij ook bijdrage leveren om te steunen. De commissariaat van Para. Hè? 2000. En dan zeggen ze 5000 voor de truck. En terwijl Yokohama heeft de hele weg onderhouden. En dan willen ze misbruik maken van de gelegenheid om die mensen het kleine man te laten vragen. Maar hebben jullie betaald? Nee, ik heb gezegd, je moet niets betalen. Daarom heb ik eigenlijk een journalist gebeld. Mm. En die journalist heeft gebeld. En zij bevestigen dat het niet waar is. Mm. Dus dat wil ik nu weten. Ik heb gezegd, alles te betalen. Betaal het 500 schulden. En ze geven ook geen kwitantie. Laat men niet zeggen dat het een onwaarheid is. Het is de waarheid, die mannen gaan niet zomaar mee bellen als voorzitter om dit klacht in te dienen. Maar het commissariaat heeft gevraagd naar die 2000. Commissariaat, die mensen van het commissariaat. Van Para. Ja. Maar terugkomend op dat van Piki Saron, hè. Hoe leven jullie verder met de mensen? Want uiteindelijk is dat ding gebeurd. We hebben vernomen dat het wat een beetje rustiger gaat, maar de gemoederen zijn nog een beetje verhit daar. Die mensen leven nog met die trauma en al die zaken. Hoe is het voor jullie om te werken? Want ze zien constant trucks op en neer rijden. Kijk, met de houtblokken. Onze trucks hebben nooit probleem gehad met de bewoners. Oké. Okay. Never, tot heden. Ondanks dit gebeurtenis. Maar het is wel triest en pijnlijk dat die mannen in zo'n staat zijn geweest om zo'n eigenlijk dingen te doen waardoor eigenlijk juridisch die mannen worden aangepakt. En ingegrepen. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel een beetje raar. Maar van mijn kant als mens zeg ik, niet waar, we hebben geen enkele voordeel. Wanneer wij eigenlijk de vergoeding kunnen krijgen van de regering, dan kunnen ze van mijn part als voorzitter, niet waar, die mannen gewoon zonder straf weggehaald worden van de gevangenis. Ja. Eigenlijk moet de staat de schuld betalen, die schade. De staat heeft aanleiding gegeven om zoiets uit te halen. Mm-hmm. Begrijpt u? Dat is ook bij de verzekering. Als iemand heeft aanleiding gedaan om die man in je huis in brand te steken, dan is die persoon die heeft die man gestuurd gestraft moeten worden. Begrijpt u? Dat is dat ding. Dus eigenlijk. Dus wat ik moet begrijpen, dat u zegt bijvoorbeeld van, als de staat dus dan de schade betaalt bij jullie, dan hebben jullie ook geen enkele moeite met die vervolg worden. We hebben geen enkele moeite. Wij hebben geen winst en ook alleen hebben we verlies geleden. Als die betaald wordt, hebben we geen verlies meer. Maar jullie hebben aangifte gedaan. Aangifte moet gedaan worden. Doet, zeg je van omdat hoe dan ook, het doet ons pijn als mijn goed niet was.
vernietigd wordt. Mm-hmm. Dan ga je toch aangifte moeten doen. Ja, ja. Het is duidelijk dat de aangifte gedaan moet worden. Ja. Begrijp je? En nadien, na de aangifte, gaat de justitie de zaak onderzoeken. Begrijp je niet? En dan, wanneer ze willen, wanneer ze zeggen, ja, we kunnen ook misschien vergoedingen doen, maar dan vraag ik, als die mensen dat vergunning willen doen, als ze in staat zijn, maar ze zijn niet in staat, ik denk het niet. Nee. Iedereen pinaat in dit land, niet in broodwinning kunnen ze vinden. Dan vind ik, is mijn mening, dat de staat moet de schuld betalen. De staat moet ons eigenlijk al die dingen die we hebben verloren betalen, omdat wij weer op poten komen om ons geld te verdienen. Hoeveel moet de staat jullie betalen? Hebben jullie al een calculatie gemaakt? Ja, het gaat per truck. Hè? Mm-hmm. De twee trucks die daar van die ene manier vernietigd is minstens $60,000 per truck. En die twee alles $120,000? $120,000. Het gaat in de buurt van 6 ton. Begrijp allemaal, hè? Allemaal om $600,000. $600,000. Ja, ja, ja. En als de regering dat wil betalen, ja, zegt hij met andere woorden dat jullie gewoon de zaak weer intrekken? Ik denk dat dan zal ik dan met de leden van ons vergaderen en dan vragen. Maar ik denk dat het eigenlijk geen enkel vuurtje in de lucht is meer. Om als we schadeloos zijn gekregen, heb je geen probleem. Ja. Als mijn goed wordt vernietigd en iemand betaalt met terug, het gaat wel vaker bij de justitie toch? Ja. Als je iets hebt vernietigd van die man, dan betaal je de schade, dan krijg je gewoon vrij voeten. Ook bij de politie kan je gaan. Als je iemand heeft je auto kapot geslagen of zo, geduwd of zo, de ruit, dan betaal die kosten en dan ben je vrij. Ja. Op die manier. Maar tot nu toe leven jullie in alle rust met die mensen al daar? Kijk, we moeten met rust leven. Wat heb je als je enkel een vijandschap creëert met mensen, dat je die mensen altijd nodig hebt? Begrijp je niet? We moeten iedereen vergeven. We vergeten niet, maar we vergeven. Wat maar je begrijpt waarom ze wel tot die handeling zijn. Ja, dat is het probleem. De handeling is gepleegd omdat ze moe waren, maar dat wil niet zeggen dat ze enkel zulke handeling moesten doen. Ja, ja. Maar ja, een mens, je weet hoe het mens is, hè? Mm-hmm. Hij is ook duivelachtige denkwijze. Mm-hmm. Dus dat heeft eigenlijk die mannen in die richting gebracht dat ze dat hebben gedaan. Ja. Maar God vergeeft iedereen en wij zullen ook vergeven als de schade wordt betaald. Ja, dus het zit bij jullie bij de schade? Ja, dat is de belangrijkste, hè? Schade, loonstelling moet krijgen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk indirect de schade die betaald moet worden, indirect door de regering. Eigenlijk direct moeten die mannen die hebben schade gedaan, die moeten betalen. Maar ze zijn niet in staat om dat te doen. Maar wat als de gemeenschap zelf wil betalen? Wat zei u? Wat als de gemeenschap zelf wil betalen? Ik denk niet dat ze in staat zullen zijn. Dus. Als die mensen in staat zouden zijn, die mensen die hebben gepleegd, dan staat toch een wet dat je eigenlijk tegen de wet hebt gehandeld. Dat is toch die strafbare feit gedaan is, dan moet hij gestraft worden. Mm-hmm. Maar wij als terughouders, als wij die schadeloosheid krijgen, we hebben geen moeite. En we hebben geen winst als die mannen 10 jaar opgesloten worden of 5 jaar opgesloten worden. Ja. Ze hebben ook gezinnen. Ja. Begrijpt u niet? Zoals ik een gezin heb, hebben ze ook een gezin. Die gaat er van de lijden. Dan gaat de armoede nog steeds meer komen bij die mensen, hun nabestaanden. Ik bedoel dan hun gezin. Ja, ja. Dus dat ligt in handen van de regering. Ik hoop dat de president dit gaat zien. Ja. En ook mijn vriend, meneer Ronnie Brunswijk. Want die man is ook een sociaal mens. Dat ze inkomen, hè? Dat ze inkomen. Als ze niet alles kunnen betalen, laat ze trachten iets te doen. Laat ze met ons praten en in dialoog en dergelijke en consensus sluiten. En dan kunnen we kijken wat we verder kunnen doen. Maar afsluiten ze die mannen, jullie hebben niets daaraan. Wat heb ik eraan? Er zijn ook bepaalde dingen in Suriname die mensen zeggen, die mannen worden 20 jaar, 30 jaar opgesloten. Maar wat voor winst heeft het volk? Als die opgesloten wordt of niet opgesloten wordt. Je begrijpt het niet? Ja, ja, ja. Bepaalde mensen moeten zeggen, ja, het moet verjaard worden. Afgelopen, ik heb geen baat bij. Ja, toch? Dus de overheid, er is een wet en regel in dit land. Mm. Die moeten eigenlijk worden. Oké. Het kan ook, dus alles kan gebeuren als wij tevreden zijn. Ja. Als wij tevreden zijn, dat betekent dat wij de zaak intrekken. Als we betaald worden, dan gaan we die zaak intrekken. Dat heeft het bestuur besloten. Ja, ja. En dan gaan we dit delen aan onze leden. Okay. Als het zover is. Okay. Wat geeft u mee? We gaan afsluiten. Wat geeft u mee in deze zaak? In deze zaak kan u ingeven. Laten we afwachtende houding nemen. Mm-hmm. Wat de overheid bepaalt. De justitie bepaalt het. En de regering bepaalt het. De twee zaken. Juridische zaak opnemen en de schadeloosstelling doen. Ja. Dat zijn twee factoren. Die is de belangrijkste voor mij. En de ene balans wat ik heb, die schadeloosstelling,
En dan is de regering, dat hij een beetje door de vingers kijkt. Nee, oké jongens, jullie waren goede, goed mens, maar er is zaken gebeurd dat vanaf 150, 60 jaar lang zijn jullie gewoon belasterd geworden over die grondrechten. Ja. En jullie konden niet meer volhouden. Mm. Het druppelwater overlopen, het emmer. En dan hebben jullie dit gedaan. Wij komen ook in voor jullie, we betalen die schade en jullie gaan naar huis. Duidelijke taal, meneer Osir. Ja. De naam is Nizam Ali Osir. Ali Osir. Dank u wel voor het tot u dienst. Goeiedag. Duidelijke taal, de schade moet betaald worden, de schadeloosstelling. En dan willen ze dus dan die zaak gewoon intrekken en die jongens kunnen dus dan vrij. Want ze begrijpen ook waarom die jongens deze handeling gepleegd hebben. Dat zegt meneer Osir, hij is voorzitter van de Trekhoudersorganisatie in Suriname. Ik ben Gerald Harderwijk, Roberto Ormskerk is de cameraman. We zijn er later weer, maar dan praten wij met meneer Boldewijn over de nieuwe PG die moet komen. Want meneer Brunswijk zegt niets van te weten, want hij was niet in de vergadering toen het besluit is genomen. Daarover zullen we uitgebreid praten met bestuurskundige August Boldewijn straks over enkele minuten. Blijf te kijken.